Je weet maar nooit wanneer je die persoon ontmoet die je hart doet sneller kloppen. Eén blik op Caroline en Joey's hart gaat tekeer. Zijn binnenste raakt in paniek. Het hart rent naar het hoofdkantoor, naar de hersens. Mr. Brain staat bekend om zijn kalmte en redelijkheid. Vooral wanneer het hart in paniek is. Terwijl het hart tijd verspilt met flippen, de hersenen kwamen met een plan. Het plan is klaar. Laten we het doen. Joey raapt zichzelf bij elkaar. En hij stond op het punt om te beginnen te praten. Maar de kastdeur verpestte het. Zijn vinger veranderde van kleur en begon om hulp te roepen. Caroline schaamt zich. En Joey begon op zijn vinger te blazen om de pijn te genezen. Het helpt niet tegen de pijn, maar het leidde hem wel een beetje af. De verwonding hielp deze twee dichter bij elkaar te komen. Joey kijkt naar Caroline en vergeet de pijn. Nu voelt hij iets anders. Iets leuks. Hij heeft kippenvel. Het voelt fijn. Maar ongemakkelijk. Net zo ongemakkelijk als het gevoel van de eerste liefde. Liefde maakt blind. Goed dat Caroline hier is. Zij kan Joey's bijziende ogen helpen weer op de rails te krijgen. Dankzij deze bril. Oh, dat is veel beter. Joey had dat niet verwacht. Dus hij rent gewoon weg. Dit is zo gespannen. Joey voelt zich zo onhandig. Hij moet iets doen om indruk te maken op Caroline. Een minuut later heeft Joey wat hij nodig heeft. Hij zal indruk op haar maken met poëzie. Hij hoeft alleen maar het gedicht uit zijn hoofd te leren. De hersenen zeggen uitdaging aanvaard. De hersenen laten alles vallen en beginnen te werken aan het gedicht. Totdat we elke lettergreep kennen. Eindelijk alle woorden op een rij. Joey herhaalt het tot hij en zijn hersenen het gedicht hebben in perfecte volgorde. Eindelijk, hij voelt zich klaar. Alle woorden raken in de war. Gelukkig heeft hij een speakbriefje. Hij kijkt naar de juiste woordvolgorde en maakt het gedicht af. Helaas, Caroline luisterde niet. Ze luisterde naar muziek. Nu is Joey weer aan het flippen. En hij heeft een zenuwtrekje. Zijn oog luistert niet meer naar hem. Ja, Joey is duidelijk erg gespannen. Nu veranderen Caroline's woorden in een brei. Hij kan haar niet verstaan. Joey's lichaam is te gestrest en moet opnieuw opstarten. Joey's hersenen geven hem zijn gehoor terug. En hij komt eindelijk uit zijn verbijstering. Al die informatie die zijn hersenen niet kon verwerken, zorgde ervoor dat zijn hoofd begon te... Rood alarm! Systeem overbelast! Zijn hersenen voelen zich niet zo goed. Te veel orders maken zijn kantoor heet. We moeten het luchten. De hersenen geeuwen om wat meer zuurstof te krijgen. Dat is beter. Maar nu denkt Caroline dat ze Joey verveelt. Joey, kalmeer gewoon. Caroline's gevoelens zijn gekwetst. Ze heeft geen idee wat er in Joey's hoofd omgaat. Hij doet zijn best om het uit te leggen. Hij moet alleen de juiste woorden vinden. Kom op, Joey. Gebruik je hersens. Je moet de woorden vinden om alles goed te maken. Je bent zo glad als een vis. Wacht, wat? Wat bedoel je, vis? De eerste poging is totaal mislukt. De hersenen proberen het opnieuw. Wat dacht je van... Je lijkt op haar. Geen denken aan. Joey en zijn hersenen worstelen. Doe het samen, jongens. Of dit kan echt slecht aflopen. Deze twee zouden totaal falen. Waren het niet voor het hart. Het vond de juiste aanpak. Ik ben verliefd. Dat verandert alles voor Caroline. Nu begrijpt ze waarom Joey zo raar deed. En nu lijkt het erop dat ze allebei raar gaan doen. Oh, liefde. Het is goed voor het hart, maar slecht voor de hersenen. De volgende dag zijn Caroline en Joey veel minder ongemakkelijk. Caroline nodigde Joey zelfs uit om een spelletje te spelen. Maar wie gaat wat spelen? Ze staan nu gelijk. Als iets niet werkt, verander het dan. Wat dacht je van duimworstelen?
Oh, duim worstelen. Joey's duim is sterker. Carolina zal Joey moeten vinden zonder haar ogen te gebruiken. Dat lijkt me moeilijk. Joey speelde vals en nu gaat Carolina hem uitdagen. Joey gaat een blinde smaaktest doen. Voor zijn tong is dat een heel avontuur. De tong moet vertellen wat het eten is, zonder zijn ogen of neus te gebruiken. Voorlopig doet hij het geweldig. Laten we eens kijken. Joey's tong heeft dit geïdentificeerd. Meneer Donut, leuk zaken met je te doen. Maar deze jongen is een probleem. De tong kan zien dat het een hete peper is. Maar jeetje, tegen welke prijs? Laat iemand 112 bellen. Carolina houdt vast van pittig eten. Maar Joey kan er niet mee overweg. Hij had dit helemaal niet verwacht. Zijn ogen zijn hier om te helpen het vuur te doven. De tranen zien er een beetje triest uit. Maar ze doven tenminste het vuur. Joey kan Carolina vergeven voor haar grapje. Het is best grappig, maar niet voor lang. Want hij wreef net in zijn ogen. Met zijn pepervingers. Nu huilt hij nog harder. En Carolina is zo in de war. Wat een vreemd stel. Joey's arme maag, na al die voedselexperimenten, zingt zijn maag. Carolina kent dit deuntje. Het is de hongersonate. Carolina weet hoe ze het stil moet houden. Joey heeft al dit eten verdiend en zijn maag is blij. Maar nu moet hij het eten verdelen. Het hoofdgerecht is klaar. En het toetje? Hi. Ontmoet een vriend van de slokdarm, de luchtpijp. Soms flirt ze met de slokdarm. En raakt zo afgeleid dat ze het eten voor zichzelf neemt. Dat is haar werk niet. Deze donut ging door de verkeerde pijp. Alles moet hier de spijsverteringsregels volgen. Want als organen elkaars werk gaan doen, kan dat heel slecht aflopen. Joey heeft een drukke dag gehad. En hij en zijn lichaam moeten rusten. Joey is klaar om naar bed te gaan. Zijn hersenen controleren al zijn systemen voordat hij afsluit. Maar er is iets mis. De hersenen starten de slaapstand niet op. Er zit iets in de weg. Het lijkt erop dat er is ingebroken. Joey's hoofd zit vol met gedachten over Carolina. Het lijkt wel spam. Het systeem moet opnieuw opgestart worden. Joey moet ophouden aan Carolina te denken. En gewoon wat rusten. Carolina heeft ook moeite met slapen. Ze droomt steeds over Joey. En nu is hij er. Ze ziet hem anders, omdat ze verliefd op hem is. Nu hoeven ze niet nerveus te zijn. Hun gevoelens zijn wederzijds. En hun harten zijn blij om samen te zijn. Nu hebben Joey en Carolina verkering. Het enige wat ze doen is aan elkaar denken. Dus ze zijn niet klaar voor hun examens. Het is moeilijk om je te concentreren op studeren als je verliefd bent. Al die testantwoorden lijken zo saai voor je hersenen. Dus Carolina's hersenen zijn op vakantie. Slechte timing. Oh, dit is slecht. Vond je ons nieuwe verhaal leuk? Wat was je favoriete deel? Vertel het ons in de comments. En vergeet niet te liken en te abonneren, zodat je nooit een nieuwe video van Troom Troom Trick mist.